Ik keek hier, ik kwam hier aan en ik was verliefd. Nederland is druk, alles is druk. Die drukte maakt mij druk. Hier kan ik ook heel veel rust nog creëren. Ik heb een sterke drang naar onafhankelijkheid. Normaal was ik in Nederland en ik was aan het werk en ik had een programma en ik was binnen. We zijn hier met z'n drieën begonnen. Het idee was allemaal een eigen space, allemaal een eigen tiny huisje. Tijdens de coronatijd ben ik hier een week samen met Lynn naartoe gegaan om te kijken naar een stuk land hier in Portugal. Suzanne, dat is mijn oud-collega van de landmacht. En die had op een gegeven moment gezegd van, nou ja, luister, zou je niet mijn land willen komen beheren? Ik zeg, nou ja, ik zit in twee relaties. Dat wordt nogal een lastig iets. En als ze iets verkopen, wil ik wel kijken. Toen belde ze op, ja, nou, de buurman gaat verkopen. Dus vorig jaar in november zijn we hier gekomen. En het was hier één grote chaos. Je kon hier niet eens lopen, niks. Ik keek hier, ik kwam hier aan. En ik was verliefd. Het is hier anders omdat je hier buiten leeft. Per dag kijk je wat je kunt doen aan werk. En nu is het belangrijkste om de omgeving brandvrij te houden. We kwamen in juli, augustus. Dat is toch wel de heetste periode. We zaten hier na een week en hadden we daarboven een brand. En we zaten in tenten, dus je keek ernaar en je dacht, dat duurt 5 minuten, tent weg. De brandweer had dat onder controle, maar wij waren inmiddels al geëvacueerd. We hadden een vluchttas. Nou, die lag nog steeds in mijn tent. En dan denk je ook, ja, maakt eigenlijk niet uit. Je pakt je honden op, je gaat. En dat is het belangrijkste. En dan hopen dat alles goed gaat. En alles is goed gegaan, dankjewel. Ik ben erachter dat vrij leven voor mij betekent de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. De vrijheid om eigen keuzes te kunnen maken. De vrijheid om als de wereld in lockdown zit 7 hectare te hebben waarop je mag bewegen. De vrijheid om me te verbinden met wie ik wil. Voor mij betekent een vrij mens is dat ik kan doen en laten hier wat ik wil. Dit is gewoon geweldig. Ja hoor, geen probleem. Als je kijkt waar we vandaan komen en hoe snel we dingen hebben neergezet en in wat voor bad we terecht zijn gekomen, mensen die ons helpen, dan denk ik dat wij wat dat betreft ook gewoon heel veel geluk hebben gehad. Kom jongen, deze kant. Ventje, kom. Kippies. Hey. Ik heb 9 kippen, een haan en 4 ganzen. Nou, ik ben Suzanne. Mijn man en ik hebben besloten om naar Portugal te gaan verhuizen. Wij vinden het zo prachtig hier en we willen het graag delen met mensen. Ja, dan is het natuurlijk de beste manier om een camping te beginnen. Dat mensen lekker hierheen kunnen komen en kunnen genieten van de natuur en Portugal. We moeten nu nog aan de binnenkant een hoop doen, want deze kant is toch wel de zonkant. Nou ja, dan gaan we met houten balken en zo gaan we een mooi verandertje maken. Kunnen ze lekker zitten. Kunnen wij daar lekker zitten en lekker bakje doen. Ja, er zijn zoveel mooie wandelingen te doen hier zo. En je hebt ze van 1 uur, je hebt ze van 2 uur. Je kunt ze zo gek maken als je wil eigenlijk. Ik denk dat ik nu, als ik het een beetje inschat, op 20, 22 plekjes zit. Dat vind ik mooi zat, want daar hebben de mensen gewoon lekker veel ruimte. Samen met Bjorn en Lynn, die hebben dan ook behoorlijk wat hectares daar. Is het toch een heel mooi stuk. Maar we zijn nog wel aan het bouwen, dus als er mensen komen moeten ze natuurlijk wel weten van het is niet een kant-en-klare camping. We hebben een soort van hillbilly douche, een soort van hillbilly wc. Dan hebben we het dorp, dan hebben we de vrienden die wat verder weg wonen. Je doet het met z'n allen, de buren helpen jou, jij helpt de buren. Dat is voor mij commune. Kijk naar die lucht en dus ochtends komt heel vaak de damp uit de rivieren omhoog zetten. Dat is gewoon zo feeriek, zo alsof het in een droom is. Familie zonder bloed zou je het kunnen noemen, hè? Dat is een beetje, je creëert je eigen familie hier natuurlijk. In je eentje, hè? In Portugal wonen, dan had ik gezegd, nou nee, dat ga ik niet doen. Helemaal niet in een donker bos, zo in een huil. En nu ben ik er en denk, ja, dat voelt goed zo. En het voelt goed om ook gewoon wel de community om je heen te hebben. En op mensen te kunnen bouwen, maar toch je eigen weg te kunnen gaan. Ik ga hier niet meer weg. Do you feel tired from your busy life? Come, feel welcome in our happy valley. Join us as we go back to basics and discover the beautiful nature of Portugal and the unique energy of our community.